Er ook omspant vandaag. Dat is Hanne Drost, van oorsprong ook Hengeloze. Hanne, goedemiddag. Goedemiddag. Jij staat op plek 12 bij de Socialistische Partij, ook wel de SP. De Ipsos-peilingen voor de SP zeggen gisteren 11 zetels. Ja, ik zag ook een paar zetels op 12 uitkomen, zelfs nog. Een paar peilingen, ja. We zitten eigenlijk al heel lang in de peilingen tussen de 9 en de 11. En ik zag gisteren een aantal peilingen zelfs op 12 uitkomen. Dus dat maakt het voor mij wel natuurlijk extra spannend. Dat absoluut. Ja, maar goed, ik hoop natuurlijk op 12 zetels. En het zou nog mooier zijn als we er meer halen. Maar het is heel, heel onzeker nog. Ja, is dat, want ik vroeg dat net ook even aan Roy, hè. Hecht jij waarde aan die peilingen of heb je zoiets van, nou ja, ik probeer gewoon misschien wel een beetje mijn kop in het zand te steken en ik zie het wel? Ja, het is meer ik zie het wel. Ik heb de afgelopen jaren zoveel verschillende peilingen gezien en het kan zo gek uitlopen. Dat ik zoiets heb van, we wachten het gewoon rustig af. Ja. Zelfs nog de definitieve uitslag weten we pas op 26 maart, hè. Dus het is ook gewoon nog gewoon even afwachten. Maar dat is ook wat Roy zegt, hoor. De kiezer is nu gewoon aan zet. We wachten het rustig op. Het voelt voor mij soms, dat is misschien puur een gevoel, maar alsof het ook een beetje onvoorspelbaarder is dan anders dit jaar. Omdat het jaar ook zo raar is. Hè? Dat in één keer gaan ook die verkiezingen gaan over een crisissituatie ook grotendeels. Hè? Wat doen we met corona? Dus ook de toch wat meer gebruikelijke partijpunten gaan wat meer naar de achterkant. Beïnvloedt dat die verkiezingen ook, denk je? Nou, dat denk ik voor een deel wel, hoor. Zeker sinds de coronacrisis is ontstaan, zie je eigenlijk dat alle partijen heel stabiel wel staan in de zetels. Maar dat zijn natuurlijk ook wel hele rare verkiezingen. We hebben nu 3 dagen dat mensen kunnen stemmen. Dat is echt voor het eerst. Het is nooit anders zo geweest. Maar je ziet dat corona heel erg de verkiezingen wel heeft overheerst qua thema's. Andere thema's kwamen toch minder aan bod. Maar je ziet ook wel dat, zeker de laatste dagen, dat je toch wel verschillen ziet hoe mensen denken over de verschillende partijen. Je ziet toch ook nog veel zwevende kiezers. Je ziet natuurlijk ook een hele discussie, hè, over briefstemmen. Ja. Ja, dus het is zeker anders dan de vorige keren. Hoe zit je daar zelf eigenlijk op dit moment? Want ik zie achter jou een soort van, lijkt wel gewoon een woonkamer. Zit jij gewoon ergens in een huis? Ja, ik zit gewoon lekker thuis. Ja, de verkiezingsdag is altijd een rare dag, want je hebt zo hard gewerkt de afgelopen tijd. En dan als de verkiezingen, als het laatste debat is geweest, dan is het eigenlijk ook wel klaar. En dan heb je eigenlijk gewoon niet zo heel veel meer te doen. Dus eigenlijk is het gewoon nu afwachten wat we gaan doen. Maar is het dan relaxed of is het alles behalve relaxed voor jou op dit moment? Want je bent klaar, maar je hebt ook ontspanning voor de uitslag. Nou, de afgelopen tijd ben ik er niet echt heel erg mee bezig geweest met kom ik wel of niet in de Kamer. Want ik ben er gewoon veel te druk voor geweest. Maar ik moet zeggen, de laatste dagen, als je ook de peilingen ziet verschuiven, dan ga je toch wel nadenken van ja, ga ik via de Kamer in of blijf je via beleidsmedewerker, wat ik nu doe voor de Tweede Kamerfractie, voor de SP. Ja, ja. Dus ja, ik begin het nu wel echt spannend te vinden. Ja. Dus heel relaxed zit ik er niet helemaal bij. Maar loopt het ook echt even qua gevoel? Loopt het ook op naarmate de avond nadert, namelijk toch die uitslagen? Nou, dat valt wel mee. Ik ben er zelf wel vrij nuchter onder, maar ik heb wel zoiets van, ik ben blij als we het gewoon straks weten. Ja. Dat is toch wel fijn. Ja, het gaat toch om je toekomst, hè? Absoluut. Nee, en heel letterlijk voor die van jou ook gewoon. Ja, voor die van mij ook. Maar voor jou is het echt gewoon jouw plek. Wel of niet in die kamer. Ja, maar dat ook. Maar je hoopt natuurlijk ook wel. We hebben dit natuurlijk wel als partij gedaan, hè? Met duizenden leden die actief zijn geweest. Dus je hoopt ook wel echt als partij dat we gewoon een heel mooi resultaat kunnen neerzetten. Dus ik vind het niet alleen voor mij persoonlijk een ding, maar ook gewoon voor de hele partij. Nou ja. Dus we hebben er met z'n allen gewoon heel hard voor gewerkt. Ja, maar we hebben het daar wel eens eerder hier over gehad. Maar voor de SP speelt daarmee, wat ik begrepen heb, dat jullie toch een uitdaging hadden met de kiezer ook online te bereiken. Waar andere partijen daar misschien een electoraat hebben wat iets meer op online aansluit, zeg maar. Heb je die uitdaging ook gevoeld? Ja, zeker. Want wij zijn veel meer een partij voor de straat. Daar hebben we het eerder ook over gehad, hè, in de uitzending. Ja. Wij zijn echt een partij die langs de deuren gaat, die veel altijd in de wijk is, ook buiten verkiezingstijd. Ja, en corona is het gewoon, in coronatijd is het gewoon heel erg lastig. Ja, ja. We hebben dat natuurlijk wel gedaan, met aanpassing van de maatregelen natuurlijk. Maar ja, het is wel gewoon minder dan dat we voorheen altijd deden. Dus het was voor ons wel echt heel erg lastig. Ja. Hoe zit dat eigenlijk met jouw eigen partijgenoten? Want ik vroeg dat net ook even aan Roy van Aals van de PVV. Zit jij in een appgroep, Zoom-groep met alle kandidaatkamerleden of wat dan ook? Want jij, je kunt niet bij elkaar komen. Nou ja, ik zit in heel veel appgroepen, maar zeker ook in de kandidaat.
Nou ja, ik moet zeggen, we ondersteunen elkaar wel echt gewoon heel erg goed. Ik heb allemaal telefoontjes en mailtjes gehad en we appen met elkaar en we ondersteunen elkaar. En dat is gewoon hartstikke leuk. Dus het contact is wel heel goed. Maar het is aan de andere kant wel heel raar, hè? Want meestal heb je een verkiezingsavond waar je met alle kandidaten en Kamerleden en alle leden, of heel veel leden in ieder geval samenkomt om de verkiezingen mee te maken. Ja, en dat kan gewoon niet vanavond niet. We zenden wel een stream uit vanuit ons partijpand, zeker voor de leden. Maar het is toch wel heel raar om gewoon voor de televisie de uitslag te moeten volgen. Ja, ja dat dus is je natuurlijk ontzettend jammer. Ja. Dan moet jij ook van Dion straks, of welke schermman of vrouw het dan ook is, straks horen of je wat jouw baan wordt de komende 4 jaar. Ja, precies. Ja, dat is wel heel gek. En maar het is ook wel heel jammer, want je doet het toch allemaal met elkaar. En we hebben nu wel echt campagne gevoerd, heel erg met elkaar op afstand. Heel veel over de app en over de telefoon. En toch niet met elkaar samen. Ja, dat is toch een hele, hele gekke situatie. Ja, toch wensen we op deze gekke manier dan ook veel plezier. Hanne, is dat goed als ik plezier zeg? Of is het toch vooral spanning? Nou, ik denk een beetje allebei. Maar ja. Hartstikke leuk hoor. En, ja. En weet je, we hebben Roy zei het ook. We knokken er allemaal gewoon heel hard voor. En voor onze eigen idealen, onze eigen visie. Onze eigen punten waar we voor staan. En we kunnen gewoon de verkiezingen afwachten. Maar goed. Of we nou winnen of verliezen of gelijk blijven, de komende 4 jaar gaan we gewoon weer keihard aan de bak. Dus ja, ik heb er heel veel vertrouwen in. De campagne voor de volgende verkiezingen is alweer begonnen, hoor ik wel. Ja, nou, wij zeggen altijd 1 dag na de verkiezingen, de nieuwe campagne is alweer begonnen. Ja. Hanne Drost, nummer 12 bij de SP. Dankjewel en een fijne avond. Graag gedaan, dankjewel.